met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Pittig debat vandaag voor Hugo de Jonge over de mondkapjesdeal met Siebert van Linde. Centrale vraag: is hij eerlijk geweest over zijn betrokkenheid bij die deal? En heeft hij de Kamer onjuist geïnformeerd? Eerder ontkende hij die betrokkenheid, maar na eerdere berichtgeving in de Volkskrant kwam daar gisteren ineens een enorm pak papier naar de Tweede Kamer met app- en e-mailverkeer, waaruit in elk geval blijkt dat de toenmalige minister van VWS veel vaker contacten heeft gehad over die deal dan die eerder deed voorkomen. Maar het is ook een uitzonderlijk debat, want een zittende minister die verantwoording aflegt over zijn rol in een vorig ministerschap komt eigenlijk nooit voor. Staatsrechtelijk zeer ongebruikelijk en ronduit fout, vindt mijn gast van vandaag. Wim Voermans is dat, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Hebt u dit ooit eerder gezien eigenlijk in de parlementaire geschiedenis? Nee. Nooit, hè? Nee. Nooit. Dus het is een unicum. Het is een unicum en het verdient geen navolging. Het is een echte fout. Waarom is het een fout? Nou, in ons stelsel is het zo dat de Tweede Kamer zijn controlemacht uit kan oefenen door ministers als een ambt verantwoordelijk te houden. Daar kunnen ze informatie vragen en dan kun je zien wat het bestuur aan het doen is. Het instituut minister, niet de persoon van de minister. Niet de persoon van de minister. Dat instituut, dat legt politieke verantwoordelijkheid af. En dat is maar goed ook dat we dat zo hebben. En dat je die verantwoordelijkheid houdt in dat je ook verantwoordelijk bent voor wat je voorgangers hebben gedaan. Mm. Want stel je nou toch eens voor dat die voorganger iets heel anders is gaan doen. Mm. Daar kan je geen politieke verantwoording meer aan vragen. Dan zou er dus een heel stuk afgesneden zijn van de informatie uit het verleden, waar je toch een bestuur, een minister, op aan zou moeten kunnen spreken. Vandaar dat dat dus vast is gelegd in het staatsrecht. Ligt de Tweede Kamer de hand met dat staatsrecht dan vandaag? Ja, dat doen ze eigenlijk wel door een ex-minister in een verantwoordingsdebat. Ja. Verantwoording af te laten leggen over iets wat in het verleden is gebeurd. Ja, ja, dan schend je eigenlijk de grondwet. Dat kan je niet doen met een vorige minister, want er is maar één minister. Dus er is niet de vorige minister. De grondwet. De Kamer schendt de grondwet, want er is maar één minister van, in dit geval, voor langdurige zorg, die dat doet. Ja. En die pakt ook het hele verleden mee. En daar kan je, dat is de voordeur, daar vraag je informatie aan. En daar vraag je ook antwoord op vragen die je hebt. Meneer Voerman.